De laatste tijd verschijnt er geen lach meer op haar gezicht. Haar kuiltjes lijken te zijn verdwenen. Ook glinsteren haar ogen een stuk minder. En pas is eerst een boekenplank voorover in een kinderboekenwinkel. Eén schap met Lisa Hustings. Ik hou er heel erg van praten. En ik hou ervan om verhalen wat groter te maken. En dat was het begin, zeg maar. En dat ik het leuk vond, dat ik merkte dat mensen het leuk vonden mijn gedachtes te lezen. Er zijn nog dingen die ik moet verwerken, die ik moet een plekje moet geven en niet moet wegstoppen, maar echt een plek, bewust een plek moet geven. Hoe doe je dat? En mijn kinderboekje. Dat is een, niet echt een verwerkingsproces, maar het is wel het verhaal van mijn afgelopen jaar. Maar dan in een metafoor neergezet. Kinderverhaal is kort, dat kleine Liesje door een eng gebied moet om te komen waar ze graag zou willen zijn. Maar ze durft niet. En dan komt Grote Knul en dan is de vraag of Grote Knul haar kan helpen. Kleine Liesje. In de tuin achter het huis staat een grote eikenboom. Aan een dikke tak hangt aan gevlochten touwen een plankje. Op dat plankje zit Kleine Liesje. Een blond meisje met een vrolijke snoet. Ze staart voor zich uit. Ze schommelt niet. Ze zucht. We zijn decor aan het maken voor de voorstelling Prinsesje met de Gouden Rug voor Festival Boulevard. Ik heb ervoor gekozen om een boekje Anders is Leuk als inspiratiebron te gebruiken en daarop mijn eigen tekst te schrijven en voorstelling te maken. Ik vind dat is het lastige wat ik vind om te doen wel leuk, maar om het van papier op de vloer te krijgen. Dat is nog eventjes over nadenken. Grote Knul. Kleine Liesje verveelt zich. Ze mist haar oma. Opeens hoort ze een onbekende stem. Ze luistert. Kijkt om zich heen. De stem komt uit de tuin van de buren. Nieuwsgierig neemt ze een kijkje door de heg. Daar staat hij. Een grote jongen met glanzend donker haar en een brilletje op zijn neus. Hij ziet haar. Ze schiet weg. Ideale plek om inspiratie op te doen. Ik moet ruimte en licht en geluid om me heen hebben. En mijn kamer is, vind ik donker en je hebt niet echt uitzicht. Het is echt voor inspiratie of gewoon rust. In die zin, inderdaad, afgelopen jaar meer het kleine meisje geworden, omdat ik weer terugging en dingen die ik heb overgeslagen weer ging herbeleven en nu pas besef hoe mooi het is als je als kind bent en denkt als een kind. Kleine Liesje is weer tot rust gekomen. Ze lopen samen naar haar oma. Hier en daar schrikt Liesje nog een beetje. Kijk dan, een heksenhand op Kleine Liesje.
Grote Knul laat zien dat het een schaduw is van de tak zonder bladeren. Dan wijst de Grote Knul op een vreemd geluid. Dat zijn eekhoorntjes die nootjes laten vallen op een steen, zegt hij lachend. Liesje merkt dat wanneer ze niet zo bang is, het bospad veel minder lang is. Op een of andere manier zei mijn hele lichaam en mijn hoofd zei, en nu is het klaar. Want ik was niet echt meer te genieten. Zou ik niet gezellig meenemen? Nee. Nee, dit is gewoon vers. Dit is gewoon heel vers. Dat is niet erg. Dus, als je me vorig jaar zag en als je me nu ziet, dan is het echt veranderd. Maar het heeft gewoon veel voor moeten opofferen en gewoon achter veel dingen gekomen. Dus. Grote Knul kijkt naar kleine Liesje. Ga je mee? Vraagt zij. Heel graag, zegt hij.